Het is winter en je zou denken dat je geen onderhoud hebt aan je planten. Maar niets is minder waar, want ook in de winter zijn er planten die gesnoeid moeten worden. Zoals bijvoorbeeld de blauwe regen. En daar gaan wij vandaag samen met Gerard een kijkje nemen. Gerard, de blauwe regen. Ik zie hem wel eens ook in de stad, hè? En hij kan behoorlijk ver op een gevel groeien. Ja, dat klopt. Hoog. Ja, heel hoog. Ja. Ja, een blauwe regen is echt een klimplant met een enorme groeikracht. Ja. Als je nou naar deze kijkt, die staat hier tegen deze muur aan. Die muur is 9 meter hoog. Zo. En als wij niet opletten, dan gaat hij boven de muur gewoon verder in de bomen die daarboven staan. Maar zo sterk is hij dus ook. Ja, en dan moet je dus wel even rekening mee houden als je hem in je tuin wil zetten. Ja. Je kunt hem heel goed snoeien, ja, en een beetje in bedwang houden. Ja. Maar dan is het handig als je van tevoren bedenkt hoe je hem langs de muur laat groeien. Je ziet, deze is een beetje langs ijzerdraden uitgeleid, maar als je dat met ietsje meer strategie doet, ja, dan heb je er later heel veel plezier van met snoeien. Je kunt veel beter in hand houden. Ja, want hij heeft dus niet, zoals bijvoorbeeld een klimop, zelf aan de gevel, toch? Nee, nee, dat doet hij niet. Dat moeten wij doen. Dus je bindt hem eigenlijk. Je moet hem vastbinden. Vast. Ah, ja. Okay. Nou, hier zie je een voorbeeld van een plant die echt goed uitgeleid is vanaf het begin. Ja. Aan mooie ijzerdraden, nou, die kun je ook op de muur spannen natuurlijk. En waarom moet deze nou eigenlijk 2 keer per jaar gesnoeid worden, ook in de winter? Omdat het blad er nu af is, kun je eigenlijk heel goed zien wat je aan het doen bent. Ah. Dat is eigenlijk het makkelijke ervan. Ah, oké. Okay. Ja. En dan in de zomer is het meer om het bij te houden? Ja, ja, want hij bloeit dus in april ongeveer. Ja. En dan krijg je in de tweede helft van de zomer vaak nog hele lange slierten eruit. Ja. En als je die gewoon helemaal terugknipt, ja, dan hou je een hele rustige plant. En dan heb je niet iedere keer die lange slierten in je haar als je er langs loopt. En in de winter is er nog een specifieke periode wanneer er geknipt moet worden? Nee, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Oké, okay. Nee. Gewoon als het koud is. Ja. Ik zou het niet te laat doen, want dan zie je vaak dat de knoppen al heel dik worden in maart. En dan zou je de knoppen kunnen beschadigen. Ja. Nou kijk, hier kan je eigenlijk precies zien wat je weg wil snoeien in de winter. Hier komt zo'n hele lange sliert uit. Ja. Nou, de vorm is al goed, dus deze heb ik niet meer nodig als nieuwe tak. Okay. Je ziet dat er bijna geen knoppen aan zitten, dus die gaat ook niet bloeien. En die knip ik dan op 2 knopjes vanaf het begin van de tak, knip ik hem af. En dan trek ik hem ertussen uit. En zie je, dan voorkom je dus dat je een enorme warboel krijgt. Ja. En dan heb je deze takken en daar zie je dus dat er heel veel knoppen op zitten, dicht bij elkaar. Daar komen de bloemen uit. Ah, oké, die wil je niet wegknippen. Die wil je niet wegknippen. Maar om nou te zorgen dat die plant niet veel te ver van de muur afkomt of veel te wijd gaat worden, moet je dit toch een beetje inkorten. En dan kun je dit soort takken iedere keer tot, nou, zeg maar 2 knopjes vanaf het begin van de tak kun je ze afknippen. En vanuit die knoppen gaat die nog bloeien. Dus die bloemen die blijven er allemaal aan zitten. Dan krijg je hier in april van die mooie lange trossen. Dan hou je dus die plant compact, wordt het toch langzaam steeds groter. Dan kun je best een keer zeggen van nou, ik knip een keer zover terug. Oké. Okay. Is er iets wat je echt ontzettend fout kunt doen met het snoeien, waardoor je het helemaal, waardoor die doodgaat of niet meer bloeit? Nee, eigenlijk niet. Oh, nee. Dat is best een geruststelling. Dat is een hele geruststelling. Ja. Nee, het belangrijkste is dat je vanaf een jonge plant echt met een goede structuur begint op te bouwen. Okay. Dat je niet een wilde warboel krijgt waar je niks meer mee kunt. Nee. Oké. Okay. Gerard, je hoort ook wel eens dat een blauwe regen heel moeilijk in bloei komt. Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk verschillende soorten blauwe regen. Ja. Ze heten allemaal Wisteria in het Latijn. Ja. Maar dan heb je Wisteria sinensis. Dat is degene die al makkelijk op jonge leeftijd bloeit. Ja. Dan heb je Floribunda. Dat is een Japanse soort. En die bloeit vaak wat later, soms pas na 10 jaar. Oh, echt? Dat zijn vaak geselecteerde variëteiten die goed bloeien. Ja. Ook van die wat later bloeiende. Het kan zijn dat je een zaailing treft en daar weet je soms helemaal niet van hoe lang het duurt voordat die gaat bloeien. Dus dat maakt verschil. En ik zeg altijd, als je nou zeker wil weten dat je een goed bloeiende blauwe regen koopt, koop hem dan in het voorjaar als de knoppen eraan zitten op het tuincentrum. Dan weet je zeker dat je de goede hebt. Oké, goede tip. Wil je nou iets anders dan een ander, dan kun je nog voor een andere soort kiezen. Die is wat moeilijker te verkrijgen. Maar dat is Wisteria venusta violacea, ook een Japanse soort. Die heeft wat kortere bloemtrossen, maar hij bloeit 2 weken eerder dan de rest en de kleur is intenser en de geur is nog sterker. Ik kan niet wachten tot deze helemaal in bloei staat in het voorjaar. Voor meer handige en interessante video's abonneer je op ons YouTube kanaal.
Ben je lid van Groei en Bloei, dan kun je gratis al je vragen stellen aan onze Groen Adviesdienst. Mail je vraag naar groenadviesdienst@groei.nl.